Thank you.
Thank you.
even de taak om u iets te vertellen over een aantal instrumenten die hier staan en over de pianola uiteraard een beetje in het bijzonder. De pianola die dateert zo'n beetje van rond 1890. Dat was de Amerikaanse firma Aeolian die eigenlijk ook het merk pianola had. Want pianola dat is eigenlijk de naam van die bepaalde firma Aeolian. Als je dat met een Nederlands woord over een pianola praat, dan zou je eigenlijk heel keurig moeten zeggen een kunstspelpiano. U ziet hier een aantal instrumenten staan. Een klein orgeltje, wat we noemen een voorzetter. Een voorzetter dat is een apparaat waar de pneumatiek van de pianola in zit, of de kunstspelpiano, maar ik zal me daar even houden bij dat woord pianola. En die kon je schuiven voor een piano of voor een vleugel. En dan kon je, als je zelf geen piano kon spelen, had je daar je automatische pianist voor in de plaats eigenlijk. Hier aan de andere kant, daar ziet u dan een pianola staan. De piano met een ingebouwd pneumatiek. En achter mij een zogenaamd orchestrion. Als u nou eens even met me mee teruggaat in de tijd, dan moet u zich dat eigenlijk voorstellen dat zo in de vloeitijd van de pianola, dan praat ik zo tussen 1900 en 1935, je voor een pianola toch ook een aardig huis kon kopen. En er zijn ook best pianola's, daar kon je twee aardige huizen voor kopen. Dus u moet dat even zo'n beetje...
Geen piccolo in voor. Ik heb nog speciaal even gewacht om de piccolo te kunnen aanwijzen. Wij moeten verder, maar ik probeer iets te vinden, ook met de piccolo erin. Want de mensen zijn allemaal vreselijk benieuwd naar de piccolo. Ja.
Thank you.
zei hij er niet aan.